De oude ID-kaarten die vanaf midden maart als vervallen zijn verklaard, mogen weer gebruikt worden. Hiervoor is de wijziging van de ID-kaartenwet 2018 gisteren met algemene 45 stemmen in de Nationale Assemblée goedgekeurd. Om het hergebruik van de ID-kaarten mogelijk te maken, zijn er twee artikelen van de ID-kaartenwet 2018 aangepast. Harriet Ramdien, voorzitter van de commissie van de rapporteurs, benadrukte hoe belangrijk deze wetswijziging is. Het is belangrijk dat we als parlement deze wijzigingen vandaag middels een ontwerpwet ingediend aannemen. Het is in belang van de gemeenschap. We hebben cijfermatig al gezien hoeveel mensen nog een EID-kaart moeten krijgen. En we denken dat we in belang van deze groep ook eraan denken dat we daarvoor hier zijn. We zijn in belang van land en volk. En dat we die ondersteuning, volledige ondersteuning als parlement moeten geven. Dat het als het kan zo snel mogelijk en vandaag nog de wet wordt aangenomen. Zodat de mensen verder met hun zaken, hun financiële en burgerplichten verder kunnen gaan. De wetswijziging was nodig omdat het Servische bedrijf Vlatacom, dat materiaal levert voor de EID, verklaard heeft dat er een vertraging is ontstaan voor het aanleveren van de chips door de oorlog in Oekraïne. Minister Brontosse Mahajo van Binnenlandse Zaken gaf aan dat de wetswijziging alleen geldt voor de oude ID-kaarten die op basis van de oude ID-wet nog geldig zijn. Een oude ID-kaart die niet meer geldig is op basis van de oude ID-wet moet worden vervangen. EID-kaarten gaan gepaard met e-rijbewijs. Hoe geschiet het nu om dit probleem bij de rijbewijzen aan te pakken? Het e-rijbewijssysteem is gekoppeld aan het EID-systeem waaruit data wordt onttrokken waar de burgers geen EID-kaart kan overleggen. Maar reeds een aanvraag hiervoor heeft ingediend, zal bij de aanvraag van een e-rijbewijs op beleidsbureau besproken moeten worden om met de aanvraagstrook van de e-ID-kaart te gebruiken. Is er gedacht aan een mobiele unit? Ja, voorzitter. Het CBB zet haar mobiele units al landelijk in, inclusief het binnenland tijdens de missies. Ruim 100.000 mensen hebben nog geen e-ID laten maken. Daarnaast hebben honderden personen hun nieuwe ID-kaart nog niet afgehaald op het CBB-kantoor. Diverse DNA-leden hebben daarom geopperd om bestuursambtenaren in te zetten om de identiteitsbewijzen te bezorgen.